en heren, welkom. Welkom op Ford Live, het meer dan volwaardige virtuele alternatief voor de Fordstand op het autosalon dat dit jaar jammer genoeg niet live kan doorgaan, zoals u weet. Maar omdat Ford heel wat nieuws te vertellen heeft en u niet naar het Heizelpaleis kan gaan, komen we gewoon tot bij u in de woonkamer. En dat doen we met een reeks unieke live-uitzendingen waarin u Ford diep in de ogen kan kijken. Ja, het is weer tijd voor een interessante en informatieve Ford Live. Ondertussen alweer de zesde. En vandaag gaan we in op een heel eenvoudige, maar zeker niet zo eenvoudig te beantwoorden vraag. Namelijk, welke auto moet ik kiezen als mijn volgende? En daarom is Valerie vandaag in de showroom. Valerie. Hallo Ben. Ja, dat is natuurlijk de vraag van vandaag. Wat is de perfecte auto voor de toekomst? En dat is van groot belang voor de gewone kopers, maar natuurlijk ook voor de bedrijven met een hele vloot aan wagens. En zoals je kan zien, bij Ford hebben ze een hele keuze. Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Valerie, ongetwijfeld ook. Eerst praat jij daar even over met Bart van Rossen van Ford. Klopt dat? Juist, Ben. Dag Bart. Hallo Valerie, blij om er weer bij te zijn. Ja Bart, elektrische wagens zijn zonder meer de beste keuze, maar in sommige gevallen kan het misschien toch wel beter zijn om nog voor een diesel of een benzinewagen te kiezen? Effectief, dat hangt eigenlijk volledig af van jouw profiel. Rij je veel lange afstanden, eerder korte afstanden? Heb je de mogelijkheid tot laden thuis of op kantoor? Veel stadsverkeer? Maar uiteindelijk heeft Ford voor ieder profiel een geëlektrificeerde oplossing. En ik stel voor dat we daar eens gaan naar kijken. Klopt. Dus ja, we hebben full electrics, we hebben de plug-in hybrides, we hebben ook full hybrids en mild hybrids. Allemaal voertuigen die geheel of gedeeltelijk aangedreven zijn door elektriciteit. De Mondeo. Elektrisch? Ja, Mondeo is een full hybrid. Dat is een versie die full hybrid hebben ook beschikbaar in Kuga en in binnenkort ook de S-Max. Het is een combinatie van een benzinemotor en een elektromotor. Dus met een full hybrid moet ik eigenlijk af en toe tanken, maar nooit opladen? U hoeft dus inderdaad de batterij niet op te laden. Het is het opladen van de batterij zal gebeuren door het regeneratief remmen en ook de motorrem. Heeft Ford dan ook bestelwagens die elektrisch rijden? Jawel, we hebben een Transit plug-in hybride en die kan nu inderdaad full electric rijden. Maar naast de plug-in hybride en de full hybrid hebben we ook nog de mild hybrid technologie, zoals de Focus hier naast ons. Maar daarnaast hebben we ook nog de Fiesta, de Puma en de Kuga in mild hybrid technologie. Een technologie waar Ford ook enorm in gelooft. Wat is dan juist het verschil met een full hybrid en een plug-in hybrid? Het verschil is dat er naast de verbrandingsmotor ook een kleine elektromotor is. Maar die elektromotor die zal nooit zorgen voor een rechtstreekse aandrijving, maar die zorgt wel voor ondersteuning van de motor. Dus bij het stilstaan van het voertuig zal de elektromotor terug zorgen voor het opstarten van het voertuig. En die batterij wordt opgeladen ook door regeneratief remmen en de motorrem. Dus ik moet eigenlijk nooit opladen? Je moet inderdaad nooit opladen. De mild hybrid technologie staat voor maximaal rijplezier met een lagere uitstoot. En ideaal voor mensen voor korte ritten en stadsverkeer. Dus de mild hybrid technologie is niet alleen beschikbaar in benzine, maar ook in dieselversies. En ik stel voor dat we nu eens gaan kijken naar onze full electric versie, de Mustang Mach-E. Een Mustang? 100% elektrisch. Inderdaad, 100% elektrisch en ook met een actieradius van 610 kilometer, zonder dat u bijkomend opladen. Er is dus een duidelijk verschil in rijbereik tussen de verschillende types aandrijving. Ja, dat klopt. En laten we daar even naar kijken.
Oké, een meer dan belangrijke factor bij de keuze van je Ford voor de toekomst. Dankjewel, Bart. Ben, terug naar de studio. Alright, alright. Dankjewel, Valérie. Dankjewel, Bart. Ondertussen staat naast mij Christophe. Christophe is managing director bij Flippo Groep. Zij gebruiken Ford bedrijfswagens in hun vloot. Welkom, Christophe. Hallo, Ben. Ja, ik kan me inbeelden dat het moeilijk wordt om door het bos de bomen nog te zien met al die verschillende motorisaties. Nu, daar werd aan gedacht. Want op Ford.be daar staat een handige module om geïnteresseerden te helpen kiezen tussen de verschillende elektrische modellen van Ford. En Christophe, misschien is het handig, nu je hier toch bent, dat we met jou eventjes de test doen om die module te demonstreren. Is dat goed? Met veel plezier, Ben. Voilà, oké. Okay. Laat ons eventjes de module lanceren. Allereerst wil ik de vraag stellen, hoeveel kilometer doe jij zelf per dag, Christophe? Ongeveer 130 kilometer. 130 kilometer, dat is genoteerd. En wat voor ritten zijn dat ongeveer? Wel, een combinatie van korte ritten van en naar het werk. En dus, ik kies toch dan maar voor de korte ritten. Oké, okay. Als je thuis bent, waar parkeer je dan? Op de oprit of in de garage met een stopcontact in de buurt. Oké, okay, en op het bureau kan je dan opladen? Geen enkel probleem. Er zijn oplaadpunten bij ons op de parking en ook in de ondergrondse garage. Genoteerd. Kom je wel eens in lage emissiezones, Christophe? Ja, dat gebeurt wel. Regelmatig dus. Oké, okay, proficiat. Christophe, dan kunnen we eens eventjes kijken of we een suggestie kunnen krijgen. En die krijgen we. Kijk eens aan. Je zou best gaan voor een all-electric, wat eigenlijk betekent dat je zou kunnen kiezen voor de Mustang Mach-E. Die is 100% elektrisch. Daar zou ik voor tekenen, Ben, maar voor onze hele bedrijfsloot wordt deze keuze wellicht een stuk moeilijker. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Daar krijg je niet zoveel in misschien. Hè. Laadvermogen en zo. Er is ook nog een andere optie. Er kan ook nog een plug-in hybrid gekozen worden. Dat is dan een Kuga of een Tourneo of een Transit, als jullie dan toch bestelwagens zouden nodig hebben. Ja, prima. Ja? Kunnen we dan nu dat contract ondertekenen? Mogelijk. Mogelijk. Oké. Okay. Christophe, bedankt om me eventjes te helpen bij deze simulatie. Nu, zoals altijd kunnen onze kijkers, jullie dus, op Facebook vragen stellen aan Bart. Je tikt gewoon je vraag in de comments en wie weet komt die dan straks in de vragenronde ook nog aan bod. Ik stel voor dat we nu even teruggaan naar Valérie en Bart. Ze staan in de showroom. Absoluut, Ben. Bart, er zijn toch wel een aantal factoren die je in overweging moet nemen als je denkt aan de aankoop van een Ford voor de toekomst. Ik denk bijvoorbeeld aan de aankoopprijs, uiteraard het aantal kilometers dat je gaat afleggen, fiscale aantrekkelijkheid, het aantal laadpunten dat er zijn, zit je in een lage emissiezone, etc. Zeker, Valérie. En uiteindelijk is dat ook heel normaal. Het is een heel belangrijke beslissing. Persoonlijk vind ik het vrijwaren van ons milieu en de wereld die we achterlaten voor onze kinderen het allerbelangrijkste. Maar ik heb daar toch nog een conclusie aan toe te voegen. En die is? Wel, onze benzine- en dieselwagens van Ford die scoren uitstekend op basis van lage emissienormen en verbruik. Elektrische wagens zijn wel degelijk de toekomst, maar onze diesel- en benzinemotoren zijn hypermodern en die denken ook aan het milieu. Iets waar onze Ford-ingenieurs elke dag mee bezig zijn. Dus mensen die vandaag nog niet voor een elektrische wagen kunnen gaan of willen gaan, kunnen eigenlijk perfect met een gerust gemoed voor een benzine- of een dieselwagen gaan. Ja, dat is goed om te weten, Bart. En dan is het nu tijd voor de vragenronde. De vragenronde, inderdaad. Wij hebben met onze redactie alvast een selectie gemaakt van de meest interessante vragen die zijn verschenen. Dat is belangrijk, uiteraard. We gaan daar proberen om zo'n accuraat mogelijk antwoord op te formuleren. Gelukkig heb ik daarvoor een beetje hulp. Hij is klaar voor het vragenvuur, neem ik aan. Helemaal bij mij live in de studio. Welkom, Bart. Ik ben. Ben je klaar voor je examen? We gaan proberen. We gaan proberen. De rest heeft hier altijd 100% gehaald. Dus ik ga die best doen. 99 is ook goed. Mogen we beginnen met de eerste vraag, alsjeblieft? En kunnen we die eventjes laten zien op dat gigantische scherm hier? Oké. Okay. Kan ik bij Ford proefrijden met alle motorisaties voor ik moet beslissen? Dat is een vraag. Een testrit maken is altijd een zeer goed idee. En bij Ford kan je via de website zelf een online een testrit boeken. En dan binnen ons netwerk hebben we steeds een ruim gamma van voertuigen die kunnen getest worden. Dus ik zou zeker doen, ja, absoluut. Try before you buy, dat is normaal, absoluut. Uiteraard. Je moet eerst eens kunnen rijden met zo'n wagen. Moet ik met een hybrid of plug-in hybrid vaker naar de garage of juist minder vaak? Ja, er zit natuurlijk een extra motor in, dus hoe zit dat dan? Ja. Nee, je moet eigenlijk op jaarlijkse controle gaan. De elektromotor op zich die heeft eigenlijk geen onderhoud nodig. Het is vooral de klassieke motor die een onderhoud nodig heeft. Maar dat is eigenlijk voldoende om een jaarlijkse controle en tweejaarlijkse onderhoud te doen. Mm-hmm. Dus op zich
is het nooit slecht om een controle te laten doen. Ook op andere slijtageonderdelen zoals remmen, bandendruk en dergelijke zaken, om verdere schade eigenlijk te gaan voorkomen naar de toekomst. Ja, en als je die Ford Pass-app hebt, dan wordt het ook nog eens medegedeeld. Dan krijg je nog eens eventjes langs gaan, of misschien ook niet. Absoluut. Fantastisch, we gaan verder met de volgende vraag. Zijn hybrids of plug-in hybrids nog altijd veel duurder dan een benzine of een diesel? Ook terecht de vraag, want ze waren een tijd veel duurder. Hè? Ja, dat klopt. Bij de hybride en plug-in hybride zit je steeds met de investering van de batterij, wat eigenlijk een bijkomende kost is. Maar bij Ford zijn we er toch in geslaagd voor de Ford Mondeo Full Hybrid om die aan dezelfde prijzen op de markt te zetten dan de dieselversies. Wauw. Dus dan moeten de laatste twijfelaars overtuigen eigenlijk. Absoluut. Okay. We gaan verder met de volgende vraag. Volgende vraag. Gaan elektrische wagens evenveel jaren mee dan een benzine of een diesel? Ik zou denken, minder bewegende delen, minder slijtage. Ja, en daarnaast, dat is effectief een feit. En daarnaast heb je ook de grondige testen die gebeurd zijn door de ingenieurs van Ford op deze elektrische wagens. Dus iedereen kan op met een gerust gemoed een elektrische wagen kopen en er vele jaren plezier aan hebben. Ja, ze gaan minstens zo lang mee of zelfs nog langer. Dat Absoluut. Zal dan wel een antwoord zijn op de vraag van deze kijker. De volgende vraag: komen er binnenkort nog meer 100% elektrische Ford-modellen op de markt? Volgens mij, aangezien het thema van deze show elektrische voertuigen is, denk ik dat we daar positief op kunnen antwoorden. Ja, Ford is continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe modellen. En er zullen wel binnenkort nieuwe modellen kunnen aangekondigd worden. Maar daar gaan we nog niet te veel over vertellen vandaag. Tipje van de sluier? Helaas. Helaas. Maar ik moet dat vragen. Hè. Snap dat, ik moet dat vragen. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Goed gedaan, hè. Dames en heren, onze tijd zit erop, dus dat was de laatste vraag. Ik wil jullie bedanken voor jullie medewerking, uiteraard, onze kijkers. En ben je nu overtuigd om te kiezen voor een elektrische en milieuvriendelijke Ford? Wel, kijk dan zeker even op ford.be voor meer informatie. Of weet je wat, als je daar dan toch bent, configureer dan alvast het model dat jij verkiest en dan kan je op zo'n manier meteen een afspraak maken in een showroom om de Ford van je keuze nader te bekijken en even te overleggen met je Ford-verdeler. Dat kan natuurlijk ook en dat allemaal corona-proof. Beslis je een Ford te bestellen, dan krijg je als je online een afspraak hebt gemaakt een voucher van €250 cadeau en geef toe, dat is mooi meegenomen. Dit was hem alweer. Tot de volgende keer. Ciao.